Wat is je favoriete merk water? Chaux-Fontaine. Kraanwater. Kraanwater. Dat is een merk. Hallo kijkers van Gas Games. Hier ben ik weer met een nieuwe video. En zoals jullie zien zijn we weer bij Skyblock. We gaan weer lekker verder waar we gebleven waren. Ik ben hier vandaag natuurlijk weer samen met Remco. Hallo Remco. You, what up, it is, ja yeah boy. Ja, hoi. Vorige aflevering, mensen. Hebben we natuurlijk al Lotte haar vragen, of tenminste Wizardly Wolf. Ik weet niet zeker of dat Lotte is, volgens mij wel. En anders zeg ik het verkeerd, ja. Hebben we een deel van haar vragen gedaan. In ieder geval, voordat wij verder gaan, mensen, doe gewoon weer net zoals elke vorige video van Skyblock. Gooi even al die duimpjes in de lucht natuurlijk, hè. Ik bedoel, vorige keer hebben we er 200 kunnen halen. Daar kunnen jullie zwaar overheen. In ieder geval... En we gaan verder met de volgende vraag. Dan krijg ik de vraag, Remco. En deze moet je goed opletten, hè. Ja. Wie is je favoriete kijker? Hoe kan ik daar antwoord op geven? Ik wil net zeggen, dat kunnen wij niet weten. Nee, maar, nee, sowieso. Van als ik moet een favoriete kijker kiezen. Eentje die bij mij favoriet is. Maar dat kan ik toch niet doen? Daar trigger ik zoveel kijkers mee. Ja, dan trigger je waarschijnlijk 19.000 nog wel kijkers mee. Maar als ik dan één iemand moet noemen. Als ik één iemand moet noemen, hè. Ja. Die vanaf echt al weet ik veel hoe lang. En dan zeg ik niet dat het de favoriet is. Maar ik zeg wel dat het echt een dedicated kijker is. Die al vanaf echt Pixelmon en dat soort dingen al volop aan het reageren is. Onder elke Pixelmon video zowat, onder elke Pokémon video zowat. Onder Challenge Accepted was die vaak volgens mij aanwezig. Echt overal. Hessel. Oh ja. Want die heeft mij bij zoveel games wel proberen verder te helpen. Hè. Tenminste, kijk, het was niet altijd dat ik de hulp nodig had op dat moment. Maar het was wel, zeg maar, dat hij altijd weer met een tip kwam. Of wat ik moest doen, bijvoorbeeld bij een Pokémon-serie. Bij welke kant ik op moest. Wat slim was om te doen. Of welke Pokémon ik moest gebruiken. Het was elke aflevering wel wat. Zelfs bij de Pokémon The Battle nog. En weet ik veel allemaal. Ja, het bleef maar doorgaan. Dus ja, ik zeg niet dat het een favoriet is. Want iedere kijker die dagelijks mijn video's kijkt, is gewoon awesome. Laten we het daar alvast bij voorop stellen. Maar ja, dat moest toch gewoon even gezegd worden. Omdat, ja... Dat is gewoon zo. Zoals ik al zei, ik denk niet dat jij iemand kan kiezen nu nog, want... Nee, ik ben inderdaad net begonnen. Ik heb wel een paar mensen die altijd vast reageren, dat wel, maar... Ja, Patrick bijvoorbeeld. Ja, Patrick reageert altijd s'nachts. Ja, dat hoorde ik ook. En, ik zie Ikker, die zie ik altijd voorbij komen. Ik zie Maan altijd voorbij komen. Ja, nou ja, toch leuk dat je ziet dat er toch een groepje is dat vast gewoon vaak video's kijkt. Ik ga even kijken hoe het zit bij de Iron Golems trouwens, want... Oh jeetje, de ene kist zit vol. Oh, oké. Holy shit, die zit gewoon... veranderen met blocks. Oh, wacht even, ik zit nog in Vanish. Er stond opening chest silently. Ja, dat lukt niet dan. Maar wauw, er zit gewoon vol, joh. Nice. Poppy chest. Oh jezus, we hebben ook al bijna 2 poppy chesten vol. Lol. What the fuck? What the fuck? Nee, maar ja, dan gaan we even door naar de volgende vraag. IJs of koekjes? Ik ben niet zo van ijs. Moet ik er zin in hebben? Ja, dat heb ik maar... ook. Wel een milkshake? Nee, dat is dus het grappige. Dat komt zo. Oké, dus dan ga ik ijs niet of koekjes? Dat is niet zo. Maar dan kies ik toch voor ijs, omdat ik denk aan de normale koekjes met chocola. Ik ben niet zo'n koekjes fan. Nou ja, koekjes valt meerdere dingen onder. Je hebt ook van dat vruchtenkoekjes en weet ik veel allemaal. Ja, oké. Okay. Maar goed, oké. Okay. Ik kies dan sowieso voor koekjes, want ja, ik vind koekjes gewoon lekker. Ja, wil je ook een koekje? Wil je een koekje dik, hè? Maar nou krijg ik echt een vraag, jongens. En Remco en Sky zaten mij daar net al mee te pesten, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik krijg de vraag, Sky of Remco? Dan kies je... ik natuurlijk voor Sky. User left your channel. Midden in de video. Nee, jij? Mensen, even voor de duidelijkheid. Zulke soort keuzes kun je niet maken. Ik bedoel, nee. Ja, als er een pistool op mijn hoofd werd gehouden en ik moest één van de twee zeggen... Oh, waarom zeg ik nou weer pistool in de video? Rip ads. Nee, dan moest ik een keuze maken. Maar dat hoef ik nu niet gelukkig. Dus, ha. In ieder geval, daar laat ik het bij. Volgende. Milkshake of sap? Daar kwam de vraag waar ik het over had. Dus...
Ah, milkshake. Ja, milkshake inderdaad. Ja, ligt eraan. Kijk, ja, ja. Ja, multivitaminesap, ja. Zeg maar. Ja, vind ik ook lekker. Maar zoals, als je bij mij aankomt met smoothies of zo, dan is het een goede drama donder, weet je wel. Is zonde van je geld. Ja, precies. Nee, ja. Gezond. Maar trouwens, heel even tussendoor voordat we verder gaan met de vragen. Ja. Misschien is het leuk om tussen elk eilandje, zeg maar, hier dan een soort van bergje te maken. Ja, ik zat dus te denken om zeg maar, alles met elkaar vast te maken natuurlijk. En dan deze met elkaar te connecten en dan een bergje ertussen inderdaad. En dan hier een klein randje met bomen daarachter, zeg maar. Mm-hmm. En dan het, wat hier tussen zit, zeg maar. Oh, wat dat we volgen? Hier dan helemaal vol stampen met bomen eigenlijk. Nou, niet helemaal vol, maar ja, meer okay. Bomen. Ja, zeg oké. Ik snap wat je bedoelt. Ja, oké. Okay. Maar dan eigenlijk, zeg maar, deze hoek in een boog connecten met deze hoek, of niet? Nou nee, niet met een boog, maar gewoon echt letterlijk van de achterkant van het eiland naar de andere achterkant van het eiland. Oh, oké, okay, ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, dat kan wel, dan heb je inderdaad een best groot stuk erbij, dan ja. Wordt het ook wat groter en zo, maar dan hou je toch het effect alsof je één rondje hebt gehad natuurlijk, maar maakt niet uit. Dat komt wel goed. We zien ja. Nog wel hoe en wat. In ieder geval, Worldfight zit nog op het eiland als het goed is. En die heeft iets. Die had een sign hier net opgehangen. Ik ga even kijken wat erop stond. Ik zag alleen Worldfight staan. Het was bij mijn minion namelijk. Worldfight was hier. Hashtag Kappa for the win. Oh god. Hashtag Kappa for the win. Nou, mensen die dat tot nu kijken, laat het maar achter in de reacties. Ook dat nog eens. En je vragen natuurlijk. En een leuke reactie. En ja, verzin er wel wat bij, zeg maar. Mijn volgende, een raadsel. Wat was toen was nog geen was was? Schone kleding. Ja. Ja, toch? Volgende vraag. Ja, nee, maar wacht, dat klopt toch eigenlijk? Ik bedoel, zeg nou iets raars. Was de vraag dan, wat was was toen was nog geen was was? Ja, precies. Ja, dat is schone kleren. Ja, oké, okay, mooi, dan heb ik het goed. dat is mooi. In ieder geval, volgende. Een dag zonder drinken of een dag zonder eten? Zonder eten. Ja. Ja, echt hoor. Ja, ja. Drinken, je kan langer zonder eten dan zonder drinken. Ja, precies. En ja, ik hou nog wel van energy en zo. En... Ja, Monster Energy. Nou, ja, Monster Energy ook goed. Is ook lekker. Maar even kijken. Volgende. Welke game wil je nog gaan spelen die je nog niet hebt gespeeld? Oef. Ja. Welke game wil je gaan spelen die je nog niet hebt gespeeld? Zijn eigenlijk op dit moment vrij weinig. Ja, tenminste, nee, ik weet er eentje. Er is laatst een nieuw spelletje uitgekomen. Dat is een soort van PUBG in cartoonstijl. En nee, dat is niet van Roblox of van Minecraft. Maar dat is, zeg maar, eigenlijk, ja, basically, je bent gewoon een soort van PUBG-poppetje. Maar dan, ja, TF2-looking ass of zo, denk ik. Ja, zo ongeveer wel, ja. Maar dat spelletje wil ik nog wel een keertje spelen en dat, ja, dat zal vast niet veel kosten of zo. Ik weet niet of er überhaupt of het nu nog wat kost of dat het nu nog gewoon gratis is. Geen idee. Maar dat dus. Even kijken, wat is dan de volgende... Wat voor spel wil jij nog spelen? Of... Ja, ik heb geen idee. Ja, een spel, maar dat komt binnenkort pas uit, zeg maar. En ik heb het al gepreorderd, dus... Welke? Call of Duty World War 2. Oh ja, World War 2, ja. Dat, ja... Ik weet niet. Ik wil eerst even kijken hoe die bij anderen is en hoe die anderen bevalt bij Modern Warfare tegenwoordig. Of bij Call of Duty tegenwoordig. Want ik vind, ja, okay, ik snap je wel. Ik heb te veel Call of Duty spellen zien floppen de afgelopen tijd, vind ik. Net zoals die nieuwe dingen allemaal. Ja, dat dan de remastered versie erbij zit. Maar dan moet je eerst die andere kopen. Die andere is hartstikke saai. Een of andere ja. Ja, Infinite Warfare. Maar, ja, dat ding. Dat was inderdaad, ja. Ja, dat hoorde ik van meer mensen en daarom vertrouw ik het niet helemaal meer om een ja, Call of Duty game zo te kopen. Battlefield daarentegen zou ik wel kopen, alleen ja, de laatste heb ik niet gekocht omdat ik, ja... Oh ja, er komt misschien een nieuwe Battlefield, ja, saying, maar... Ja, nou, de laatste heb ik niet gekocht omdat ik niet van World War 1 hou, om zo maar te zeggen. Nee, ik heb hem gekocht en ik heb er echt heel erg spijt van, maar... Ja. Ja, ik weet niet. Ik vond sowieso World War 1 klinkt voor mij een beetje, ja... Het is te ver in de tijd, zeg maar, terug. Ja, klopt. Die wapens bevielen mij niet helemaal. En ja, daarom heb ik hem ook gewoon niet gekocht. Ik heb toen de beta gespeeld, dat wel. Heb ik wel een paar potjes gedaan. Heb ik zelfs nog gelivestreamd. Maar ja, dat vond ik ook uiteindelijk wel een beetje... Trouwens, je had toen gelivestreamd. Toen, ook met Guido, volgens mij. Ja, met Guido samen. En toen kende ik en mijn... Ja, en Jesse en Dirk, zeg maar. De vriendengroep van mij, die kende hem nog niet. Toen gingen we meedoen. En toen gingen Ja, klopt. Dat was inderdaad waar.
de hele tijd hem killen. En dan werd je zo triggerd van. Ja, dat waren jullie toen inderdaad aan het doen met z'n allen. Dat weet ik nog wel heel goed. Ja. Dat was mokertje irritant, want jullie deden dat ook bij mij. Maar goed, in ieder geval. Dat was dus het spel wat we nog willen spelen. Je moet één kanaal verwijderen. Dat van jou of dat van Duffy? Welke verwijder je? Als ik moest kiezen, ik zou zeggen, maak een deal met Guido. Ik zeg, delete mijn channel en dan doen we samen iets met hem. Ja, nee, ja. Dit is ook weer zo'n vraag waar ik geen antwoord op heb. Ik bedoel, of je bent egoïstisch of je gunt een ander heel wat in je. Ja, precies. En dan zou ik toch egoïstisch zijn, maar goed. Ja. Maar ja, dat zijn allemaal van die vragen waar je van zegt, jongen. Mm-hmm. Zijn jullie ook spastisch? Wat? Zijn jullie ook spastisch, maar elastisch? Wat? Spastisch, maar elastisch. What the fuck? Ik weet niet wat hij daarmee bedoelt. Ja, geen idee. Ik kies voor 12. Ja, 13. Ja. Oké, verder. Wat is jullie favoriete land? Ja, absoluut niet Nederland. Oh, oké. Ja, nee, ja. Kom op, hey. We belabberden weer hier altijd en zo. Ja, nee, okay. Spanje, denk ik dan gewoon. Laat het lekker simpel houden, Spanje. Ligt eraan, van waar je wil wonen ga ik wel gewoon voor Nederland. Qua weer zit ik denk ik inderdaad richting Frankrijk, Spanje. Maar ik ben ook weer niet te warm, want ik ben niet zo'n... Ik ben meer winterpersoon. Ook. Ja, nou, nee, ik niet. Ik bedoel... Nou, aan de andere kant ook weer wel, weet je. Maar kijk, de temperatuur hier in Nederland, de zomer hier in Nederland... is niet te vergelijken met een warme dag in een ander land. Want hier is het gewoon benauwd altijd en daar is het gewoon lekker warm. Ja, zo heb ik 2 jaar terug nog. Of was het 1 jaar terug? Nou, in ieder geval laatst. Heb ik in de winter zat ik in een t-shirt in Spanje, dus... Ja, nou ja, dat bedoel ik dus. Maar goed, volgende. Wat is je grootste geheim? 12. 13. Ja. Volgende. Wat is je favoriete merk zakdoekjes? Wat? Favoriete merk zakdoekjes? 13. Volgende. Wat is je favoriete... 11. Wat is je favoriete merk toiletpapier? Hoe heet dat met die hond? Beach. Paren. Paren. Wat is je favoriete merk diepvriespizza? Nee. Dr. Oetker? Nee. Jawel, met die dikke molen. Big American Pizza. Ja, die kan ook. Ja, nou ja, één van die. Ik heb liever de dunne. De dunne pizza's, zeg maar. Ja, oké. Wat is je favoriete merk elektronica, Logitech? Jeep, Nvidia. Ja, oké. Waar. Wat is je favoriete merk water? Chauffontaine. Kraanwater. Kraanwater. Is dat een merk? Wat is je favoriete merk frisdrank? Red Bull? Nee, Monster. Ja, Monster inderdaad. Monster, ho, geen Red Bull. Oh jeetje. Gaat het nou ernstig worden? Ja, nee, maar dit ga ik oprecht even niet beantwoorden in de vraag van... of in de nood van de situatie. Of de, ja. Okay. De vraag is, wie zou je redden? Je vader of een bus met 200 kinderen? Oh ja, nee, oké, ik snap je. Dus nee, die ga ik niet beantwoorden. Ja, zelf niet. Wat is je favoriete merk muntjes? Wat, muntjes? Muntjes? Merk muntjes. Nou, we hebben hier altijd met het dorpsfeest, hebben schoolfeestmuntjes, dus dat kies ik. Dus... Niet de muntjes. Nou, doe mij dan die muntjes in RuneScape maar. JP. Of prison coins. Nee, grapje. Nee, geen coins. Idee. Wat is je favoriete huishoudwinkel zoals IKEA? IKEA. Ja, IKEA. Ja. Red Ketet naar Beter Bed. Telt die ook? Nee. Oh, oké, okay. Ja, okay, IKEA wel. Dus. Ketchup of mayonaise? Mayonaise. Ligt eraan waarbij? Aardbei. Oké, 12 stamwoord. Volgende. Oké. Okay. Hey, we gaan favoriete... er snel doorheen. Ja, wat is je favoriete merk koekjes? Ben je koekje dikke? Koek. Jodenkoeken. Dat wordt eruit geknipt. Volgende vraag. Oh jeetje. Zo kun je niet zijn. Mag ik nog een blanke vla?
9 zoenen. Remco. Jij begon. Dat is niet waar. Van wie zijn die vragen? Die zijn van Wissers Niveau. Oké. Okay. Maar dit moeten we ook niet om 11:15 s'avonds als vragen krijgen. Ik bedoel, ja, het is nog niet na 2 uur, maar dan krijg je toch dit soort antwoorden, mensen. Ja, ik denk dat ik er maar een biepje in moet gooien, maar... Ja, goed idee. In ieder geval, ik denk dat ik het dan ook maar hierbij laat. Want het wordt denk ik alleen nog maar erger op deze manier. In ieder geval mensen, ik wil jullie allemaal weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Als jullie het leuk vonden. Hey, wens ik jullie al doen. Like, abonneer, tot de volgende video. Houdoe!